bij Stenga. Jonk. Aan de buitenkant kon het Petrovic zijn. Ja. Het vastlopen, dat is duidelijk. Een voordeel, een pluspuntje voor AZ. Huiberts. Want het is AZ dat het in die eerste 10 minuten moeilijk maakt aan PSV. Niels, nu ruimte. Huiberts weer. Latuero. Inia. Doemer Soklu. Ruimte op rechts. Buskermolen. Het kan. Via Senden. Het kan nog steeds. Het kan gevaarlijk worden zelfs. Ja. Want niemand pakt hem aan. En dan heeft deze kracht een ijzersterk wapen. Hij gaat namelijk gewoon altijd op het doel af. Daar waar iedereen denkt van tikkie tikkie. Wel nee, niks tikkie. Dit is de kracht van Zen. Zelf scoren. En zo ligt de boel open in de 11e minuut. Fink. Petrovic gaat heel gemakkelijk liggen. Ruben Soklu. Laten we Heru. Nou, zo lekker minder geven. Dat is niet zo aardig. Buitenspel. Niet goed gespeeld door Petrovic. Advocaat gaat weliswaar op de grens eraf met grote passen, maar bedenkt van oh, misschien heeft hij eigenlijk wel gelijk, althans hij houdt zich in. Een inhouder zou beter zijn, want de bal werd gewoon niet goed gegeven. Ja, misschien maak ik de indruk. Ja, inderdaad, de knipoog. Ten teken dat dat de bedoeling was. Van Petta. Petrovic, Van Petta had hem al lang al moeten hebben. Van Petta. Jonk. Goed heroverd. Strafschop. Goed werk van Van Petta. Goed begrepen door Jonk. En daarna werd Jonk gefloord. Toen hij zelf gevaarlijk dreigde te worden. En dus was het heel logisch dat Buskermolen voor deze overtreding dan de gele kaart kreeg. Jonk zelf gaat mikken. Daar is het resultaat 2-0. 19e minuut na rust. PSV komt op 2-0. Door een penalty van Wim Jonk. Het verschil is logisch. AZ heeft alweer afgetrapt. Buskermolen. Nou, eindelijk ruimte. Laten we Geerlaus en Bocek lopen beide bij Fink.
Daar is Gilhuis. En daar is de knal in. En daar gaat het spelletje toch om. Uitermate doeltreffend. Een goede voorzet is een keer vanaf de zijkant. Laat hoe eer doen. En de man die kan koppen. Gilhuis. Terug in Nederland. Terug bij AZ. Zijn dankbaarheid kan pas nu blijken in de 72e minuut. Neumann, zenden. Neumann binnendoor zou kunnen. Maar PSV speelt een beetje balbezit zo. Dan Petrovic. Met Hesp. Bocek. Hier en daar vastgehouden. Met name door Stam. En dan een opstootje en ja, echt boksen. Rood voor beide. Ja, dat is de beste oplossing als je gaat knokken. En je doet dat bovendien zonder dat er bescherming omheen staat. Petrovic wil nog door. Maar het is je reinste vechten. En dan kan je vaak niks anders doen dan een rode kaart trekken. Wat advocaat dat nu verder nog gaat zeggen, dat doet er niet toe. Ongetwijfeld zal er worden gesproken over verzachtende omstandigheden, maar het was knokken. Oké, dat is een goed antwoord van advocaat. Tien tegen tien, de laatste negen minuten.